Keuken en kookvrienden, ja, dit is een speciale dag vandaag. Wat gaan we doen? We maken vandaag Harry's smoorkip. Ja, heb ik ooit gekregen het recept van zo'n klein Indisch vrouwtje, Sabati. En jij hebt mij dat gegeven, dat recept, ben ik nooit meer vergeten. Nou, let op. Dan gaan we. We beginnen met ketchup. Hoppakee. 200 milliliter is dat, hè? En dan komt die peper erbij. Dat heeft die Abati mij verteld toen. Ja. Hup, peper erbij. Oh jongens, dit is zo lekker. Dit is zo verschrikkelijk lekker. Nootmuskaat komt er erbij. Ja, hup. Oh, zo'n beetje. Neem je lekker zo tussen je vingers. Zoppakee. Nou, dat husselen we even lekker door elkaar. Zo. Kijk. Ketchup met de peper en de nootmuskaat. En voor de smoorkip hebben we nodig natuurlijk deze heerlijke kippenpootjes. Kijk, en die gaan hierin. Let op. En die gaan we eens even heerlijk door die marinade draaien. Dat ze een beetje lekker aan elkaar kunnen snuffelen. Ja, dat is hem natuurlijk, hè. Kijk, even lekker draaien en draaien. Nou, die kippenpootjes die liggen heerlijk te snuffelen aan de marinade nou. En in die tussentijd heb ik dus even knoflook gesneden. Kijk hier, 7, 8 teentjes, wat je wil, net zoveel. Ik heb 2 hele grote uien gesneden, hier. Dat zijn ze, 2 grote uien. En een paar tomaten, hier. Kleine stukjes van tomaat. Dat gaat er allemaal zo de pan in. Kijk, de boter. Die is al aan het smelten. Eerst de knoflook in de pan. Boter is bruin. En daar gaan we. Kijk, dan gaan die uien erbij. Hop, kijk. En de tomaatjes natuurlijk, die gaan er ook bij. Hup. Ja. Oh. Kijk, dat laat je dan even lekker. Een minuutje of 3 zou pruttelen, weet je wel. Ja, Harry's smoorkip is onderweg hoor. Ja, jongens. Want kijk, hier komen onze jongens aan. En die ga ik hier dus. Kijk, dan schuif ik dat een beetje aan de kant. En dan leg ik daar die kip in. Kijk. Daar ook schuif ik het een beetje aan de kant. En dan leg ik die kip in. Gewoon een beetje aanbraden, die kip. Heel voorzichtig een beetje aanbraden. Gaan nog 2 kruidnagelen bij. Hier, eenmaal, hup. En nog eentje erbij. Zo. Ja. Die ketchup, die heerlijke ketchup, die gaan we erbij gooien. Let op, daar gaan we hoor. Komt ie aan. Hup, en die ketchup die gaat er zo overheen. Oei, oei, oei. En er blijft nog wat in die schaal zitten. Dus, hup. Beetje water erbij. Zo. En dan eventjes een beetje spoelen. En dan gooien we dat er ook bij. Hoppakee, kijk. En dan komt ie. 2 bouillonblokjes. Hup. Gaan er ook bij. Floep. Floep. Ja, en dat is hem. Gewoon. Kijk. Dekseltje erop. En dan laat je dit gewoon 2 uur lang heerlijk smoren. Ja. En dan, als dat klaar is, de kip, die valt niet van het bordje af, die blaart er gewoon af. Boep, 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 boep. Ineens zit je alleen maar met kip. Heerlijk. En dat doe je dan met rijst en een paar boontjes erbij. Nou, en dan heb je Harry's smoorkip. Super.